Dus ik ben nu 30 jaar pas chirurg. Dat ik heel begripvol ben naar patiënten. Ik wil echt precies weten hoe het allemaal zit. Wat er is gebeurd in het verleden. Waarvoor ze komen. Wat hun echte wens is. En nou, heel vaak zeg ik ja. En ook soms zeg ik nee. Als ik denk van nou, dit is niet helemaal realistisch. Of ik denk niet dat ik je echt gelukkig kan maken. Dus dan doe ik de ingreep niet. Als de patiënt met een blij gezicht binnenkomt na de operatie, dat zie je meteen. Die komt binnen, die geeft de hand en dan merk je al, oké, meteen weer een klik. De patiënt is blij en die wil met deze operatie gewoon het leven verder vervolgen. De ingreep die ik het meest uitvoer is toch wel de borstingreep. Er is heel veel vraag naar. Patiënten komen overal vandaan. En ik zie ook heel veel patiënten die ik bijvoorbeeld vroeger heb geopereerd en die nu 10 of 15 of zelfs 20 jaar terugkomen voor een nieuwe operatie. Bijvoorbeeld als je prothese hebt gekregen uit die tijd, dan moeten die echt na een bepaalde periode eruit of gewisseld worden.